20 politieke partijen hebben zich geregistreerd om deel te nemen aan de verkiezingen van 25 mei. Vandaag was de laatste dag van de registratie. Opmerkelijk op deze laatste dag was de aanwezigheid van veel jonge en nieuwe partijen. 7 nieuwe partijen hebben zich geregistreerd, waaronder Stem op Jezelf, Stree, Optsu, 21 Plus voor Suriname, Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, Sociaal-Democratische Unie en De Nieuwe Wind. Verder hebben ook de NPS en DA91 zich vandaag aangemeld. Van de 9 partijen hebben slechts 6 de waarborgsom betaald. Eugène Merkens, voorzitter van het CAS, is niet ontevreden over het verloop van de registratie. We hadden niet anders verwacht. Alleen, ik heb 1 verkiezing in deze hoedanigheid meegemaakt. Die hele folklore van ons, de vrolijkheid en dergelijke. Kijk, we leven natuurlijk in een tijd waarbij we ingetogen horen te zijn. Maar het neemt niet weg dat we Surinamers blijven met onze folklore, toch een kleine opopo. Je hebt gemerkt, een paar partijen zijn helemaal ingetogen hier naartoe getreden. Anderen hebben toch op zeer bescheiden schaal een aantal mensen, ik geloof nog niet eens 10 mensen, maar het geluid dat je tegemoet kwam, dacht je dat er een hele karavaan hier naartoe kwam. Dus het is gegaan zoals het moest gaan, begrijp je. We respecteren ook wat de veiligheidsautoriteiten hebben aangegeven. En ik mag niet ontevreden zijn, de mensen van mij mogen ook niet ontevreden zijn. En we hebben ons werk naar behoren kunnen uitvoeren en kunnen doen. Maisha Neus, voorzitter van Stree, zegt dat de samenleving erop kan rekenen dat zij de daad bij het woord zal voegen en dat de partij het beste voor heeft met Suriname. De NPS is met een kleine karavaan gekomen om zich te registreren. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland zal de partij het grootste aantal zetels hebben in Paramaribo bij de komende verkiezing. We weten dat de samenleving samengesteld is uit 60% jongeren. Wij zijn geen jongerenpartij, wel een nieuwe organisatie, maar wij komen voornamelijk op voor die groep. Omdat we van mening zijn dat er niet weer verloren generaties in Suriname aanwezig moeten zijn. Met ontzettend veel jongeren met heel veel potentie die niets van hun leven kunnen maken door de economische situatie. En daarnaast zullen wij altijd blijven strijden voor een gerechtvaardigd land voor ons allen. Wat hebben, je moet weten, de NPS is een partij voor kader. De NPS heeft alles in huis. De NPS afhankelijk van het besluit van het volk. En we rekenen erop dat het volk de NPS volledig mandaat zal geven. Natuurlijk weten we dat wij het niet alleen zullen doen. Wij zijn realistisch genoeg. We zullen het met anderen moeten doen. Maar wij zullen een resultaat moeten neerzetten waar de NPS inderdaad een beslissende factor heeft binnen de komende regering. En de NPS, we gaan niet arrogant doen, heeft kader om op elk niveau invulling te doen aan functies binnen de staat. Vanaf president, vicepresident, voorzitter DNA, noemt u maar op, instituut te vullen, medische sector, planningssector, ontwikkelingssector. De NPS heeft het kader in huis. Wij zijn ready. Het volk beslist. De VVD is zich met een breastband en een kleine groep sympathisanten komen registreren. Voorzitter Alice Amavo zegt dat er zoveel partijen zijn met zoveel inzichten, maar ze vergeten altijd het Surinaamse volk. De Sociaal-Democratische Unie, SDU, is zich met een bescheiden groep komen registreren. Voorzitter Celsius Waterberg zegt dat veel zaken die hij als volksgezondheidsminister was begonnen, door de huidige regering aan de kant zijn gezet. De laatste partij die zich registreerde was Daadkracht en Ambitie 91, DA91. Voorzitter Angelique Del Castillo geeft aan dat de partij voor het eerst alleen de verkiezing ingaat. Een benadering van Unoyere. Na no antra leider. En dat na tak unu, een prioriteit na a volk voesternang. We willen blijven praten over ontwikkeling van het land, ontwikkeling van het land. Maar de Volkspartij gelooft niet in ontwikkeling van Suriname, los van dat loopt via het volk van Suriname. Ik hoor andere leiders zeggen dat Suriname gered moet worden. Mijne mensen, Suriname heeft geen redding nodig. Suriname is een welvarend land. Het volk is niet welvarend.
Het volk zit in de put. En als we ook kijken nu, de huidige economische situatie, met de neergang van onze economie, prijzen in de winkels, de dollarkoers, allerlei zaken, denk ik dat ons werk nog niet gedaan is als politicus. Vandaar dat ik toen het blijkt dat ik niet verder kon met de BEP, dat ik zeg nee. En mensen hebben nog geloof in mij, laat me iets nieuws beginnen, laat mensen op deze partij stemmen en zeker zijn dat het werk waarmee we waren begonnen, dat die verder en natuurlijk beter uitgevoerd zal worden. Mijn team en ik en de burgers die ons allemaal hebben ondersteund en ons blijven ondersteunen, stellen ons in staat geschiedenis te schrijven vandaag. De districten waarin we gaan meedoen, zoals we nu hier staan, zijn we eerlijk en transparant. We praten over 5 tot 6 districten. We zeggen we doen een smart campaign. We gaan waar we sterk zijn. Want het heeft geen zin om mee te doen in districten waar we geen kracht nog hebben ontwikkeld. In die andere districten zullen we de partijen die dichtst bij ons staan, zullen we met hen in overleg treden en kijken wat het slimst is om het aan te pakken. Want politiek is ook strategie. Politiek is ook kameraadschap. En politiek is ook slim zijn om af te komen van de ellende waarin we vandaag zijn. We weten hoe het kiesstelsel in elkaar steekt. En wij moeten zorgen dat wij die strategie in place hebben om dat kiesstelsel een keertje te slim af te zijn. Als laatst zag u Angelique del Castillo, voorzitter van DA91, daarvoor Celsius Waterberg van SDU en Alice Amafo van de VVD. Ze spraken vanmiddag op de laatste dag van de registratie van politieke partijen. Er hebben zich 20 politieke partijen geregistreerd om deel te nemen aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande.